A blind spot as a hiding place. What's the difference here? Objects in the mirror are closer than they appear. A blind spot as a hiding place, afraid to be alone. A blind spot as a hiding place, enter the killing zone. And we run while the sun is hot. And we run for the phones we're not. And we run while the sun is hot. And we run for the translation, but still we try. Sometimes salvation is a cry. Terug van weg geweest. Daar is hij weer hoor. Ja, ja. Hij vindt het niet leuk, maar gaat toch even zijn eerste. Daar loopt 3 meter. Gaan we het bezig als je meteen een muntje hebt. Oh, ja. Ja, hij heeft een munt. Mijn eerste oude munt. Wat is het? Ja. Een munt. Inderdaad. Ja, er zit nog een koeklaagje op. Peppy en Cookie. Peppy en Cookie. Wat is het? Ja, het is een duitje, maar welke, dat kan ik nog niet zien. Mijn eerste duit? Dit is de eerste duit. Ja, die koeklaag moet er eerst even afgeweekt worden. Oh. Leuk. Leuk. Eerste duit. Mooi. Je loopt hier. Hier begon hij. Hier begon hij. En dat is 1, 2, 3, 5 passen. Ja. Na maanden niks vinden. Dat bedoel ik. Dat is het eerste muntje. Ik denk een duitje en ja, ziet er nog wel wat op. Of moet gewoon een duit, maar niet echt leesbaar meer. Wat is dit? Een kwartje uit de guldentijd. 69. Nou, Vins heeft een munt. 5 cent gulden tijd? Ja. 1976. Die had ik ook nog niet. Nee, toch loop je weer. Je hebt de jeuk, hè? Weet je. Dat zijn weer even andere ontspanning nodig dan de andere dingen. Wat is dit dan? Voor mij is het een heiligangertje. Ja, een heiligangertje. Komt mooi uit dat het zondag is. Afbeelding zie je er nog op. Het is ooit verzilverd geweest. Dan zie je een klein beetje het zilver zitten. Leuk. Ik heb een stukje van een klein stukje van een vingerhoedje. Ik denk een zilvervingerhoedje. Want hij is hier heel mooi bewerkt. Dat zal Sanne leuk vinden. Ja. Maar hij is zilver, dat weet ik zeker. Jammer dat ik maar een klein stukje heb. 70. Het kan een duit zijn ook. Ja? Ja? Wat hebben we? Het is vreselijk onleesbaar. Kijken.
Waarschijnlijk ga je er nog wel iets op zien, hoor. Even kijken. Zie je, leuk... hier nog een wapen? Ik vond nog een leuk geluidje. En zo zit ze hier in een wapentje? Ja, dan moet je toch een keer naar de opticien. Ja, muntje. Muntje? Ja. Dat is nog goed leesbaar. Dat is een Willemscent volgens mij. Ja, een Willemscent. Uit. Hij droogt nou iets in, maar die zien zo die wee. Ja. Is wel beschadigd. Hoort dat bij een Willemscent? Nee, dit is van een ploeg geweest of zo. Maar dit is al 18, hier zie je 18 staan. 1824 denk ik. 1824 of 25 staat er. Sorry. 57 man. Ja, weer een muntje. Nice. Ik weer een stukje afval. Ik zit nou, ik vind het een goede lijntje, denk ik. Nee, ik denk niet dat er op deze... Nou, heel licht is. Ik moet hem thuis even beter schoonmaken. Dan kan ik misschien wel zien wat het is. Yes! Een muntje. Een duitje denk ik weer. Oh, er is nog wel wat op te lezen denk ik hoor. Mooi geluid rond de 60. 61 blijft die. Ja! Wat is dit dan? Die ziet er apart uit. Koning. Klukken. Oh, een knoop geweest denk ik. Een marineknoop. Dat is het denk ik. Hierachterop zie je nog dat, hier dat pikkie zeg maar. Hier dat dingetje aangezet. Hier staat iets van koninklijke marine waarschijnlijk. Er zal hier iets van een anker gestaan. Kijk, hier zie je nog wel een beetje een vorm zo van een anker. Zie je hier zo, er zit een rondje. Hier dat streepje. En zo, en dan gaat, komen hier die punten zo. Ja. Marie de knoop. Valt er net uit, denk ik. Een beetje. Ja. Toch nog een 1 cent. Een centje. 1954. Ah, kijk dan. Dat is een oude raampen. Munt. En dat is, even kijken hoor. Er staat een eentje op. Ik kan niet zien wat. Ik denk een Duits muntje. Ik denk Duits.
Ik moet het thuis even beter bekijken. Weer een muntje. Dat is een duitje. Tot in terug, denk ik. Kijk, staat hier terug. Een gespje.